Een week in Noord-Wales is een week in een andere wereld. We hadden bed en breakfast geboekt in een bijzonder oud-Engels aandoend landhuis. Het ontbijt was voor onze begrippen zeer uitgebreid. De Engelsen nemen vooraf nog melk met cornflakes. Wales is een tweetalig land. Op alle borden staat de tekst in twee talen. De bovenste is Welsh en de onderste Engels. Het Engels is een dialect, maar wij konden ons behelpen. Maar hoe spreken we dit uit? Als we de weg moeten vragen. Als ons iets is meegevallen, dan is het links rijden. Het went zeer snel. Rechts afbuigen. Bij rotondes blijft het oppassen, maar zelfs het navigatiesysteem heeft zich aangepast. Ga rechtdoor over de rotonde, tweede afslag. Het landschap is over het algemeen ruig. Overal treft men schapen. Holyhead is het uiterste westen van Wales. Het is duidelijk dat hier nauwelijks toeristen komen. Van hieruit vertrekt de boot naar Ierland. Conwy is de enige stad die toeristen trekt. De hele stad is omgeven door
nog een authentieke vestingmuur. Wie het Engeland zoekt zoals we kennen van de tv-series komt bedrogen uit. Het enige plaatsje wat er een beetje op lijkt is Bet Gellert. Ondanks de vele regen heeft dit land veel indruk op ons gemaakt.